TV-troela, Netflix-nerd en videoland haat. Ik ben Kiki en ik ben gek op programma's analyseren. En daarom praat ik je bij over alle shows met een hoog nakletsgehalte. En dat doe ik niet alleen, want wekelijks nodig ik een gezellige gast uit. Welkom bij Kiki Kijkt. Mike, het ene moment uh, ken je elkaar niet. Ja. Uh, het volgende moment neem je twee keer een podcast op in, in, in een paar maanden tijd. Ja, het is ongelooflijk. Ik ben, ik ben, we zijn gewoon geconnect. Ineens. Ja, ik zie, je, van... ik zie je ineens weer. Even ja. voor de mensen die denken, waar gaat het over? Mike en ik hadden een paar uh, weken geleden een podcast gemaakt. Uh, een positiviteitspodcast. De, ja, precies voor H&M. Voor H&M. Ja. En we zitten hier nu om te praten over iets heel anders. Ja, dat is ook, het is ook positief. Want mm. het, het wordt wel positief ontvangen. Maar... Mm. De inhoud is natuurlijk wat minder gezellig. Ja. We gaan het hebben over Ferry. the Ferry, movie. the movie. Ferry the movie. Ja. Eerst nog heel even voor de mensen die, die jou niet kennen. Wat ik me natuurlijk vet niet kan voorstellen. Nou, uh, ik, ik denk het wel. En het zou Mike ik Heard, heel erg vinden als iedereen mij zou kennen. Acteur. Ja. Ferry the movie. Ja. Producer. Ja. Vader. Ja. Bovenal een enorme, positieve, gezellige, blije... Warm gast. Oké, okay, denk. Dat, dat, dat is hoe ik echt als ik ja, dat is wel echt hoe ik jou zie. Nou, oh, dat vind ik fijn. Nou, dat, daar ben ik eigenlijk het meest blij om, want dat zegt iets over mijn kwaliteit als mens en niet over mijn kwaliteit als acteur of zo. Ja, ja, vind cool. Vind cool. Ik wil je welkom heten in uh, in Kiki kijkt en ja? daarin uh, kletsen we eigenlijk na over. Programma's met een hoog nakletsgehalte. Ja, Programma's, nou, films, ja. series. Um, wat we gaan doen is, we gaan het eerst even hebben over, over Ferry. De ja. movie. Ja. Uh, daarna hebben we Kiek's kijktip. Ja, Ik ben leuk. heel erg benieuwd wat jij zelf kijkt. Wat je guilty pleasures zijn, ja. et cetera. Ja. Daarna hebben we een kleine uh, best secret uh, grabbelbox. Oh, leuk. We gaan het nog even over mode hebben. Uh, en dan eindigen we met een klein spelletje. En dat is eigenlijk uh, hoe we het uh, oh. hoe we het iedere Jezus, keer wat een doen. Leuk en format. dat allemaal okay. in een half uur. In een half uur. Let's okay. dus go, let's go, let's go. We, let's go. we, hem er we gaan er doorheen. doorheen. Ja. Gewoon, gewoon heel even first things first. Uh, vertel eens even over, over, over de movie. Wat zien we in in Ferry? Nou, in, ja, sorry spoilers uh, mensen, maar ja, ja, we gaan nou, Ik uit. zal het proberen te vertellen zonder uh, al te veel spoilers. Um, want eigenlijk is het verhaaltje best wel. Uh, uh, klein en helder of zo. Dus, de, ja. dus je, we, we kennen. De, of de mensen die het niet kennen. Uh, nee, je hebt Undercover. Uh, ja. Seizoen 1. Waarin uh, Ferry. Uh, eigenlijk uh, zijn, en, uh, en, uh, zijn entree maakt. En zijn entree maakt. En uh, daarin leren we hem kennen als een, uh, als een zeer uh, heftige, uh, gevaarlijke pillenboer. die in, uh, op een camping zit. En als je hem uh, iets probeert iets in de weg te leggen. dan schiet hij je gewoon overhoop. Uh, uiteindelijk wordt hij opgepakt. Uh, dan dan uh, ga je naar seizoen 2. Uh, dan kwam er eigenlijk een nieuwe casus. Hè? Uh, dan hadden we ineens uh, twee foute Belgische boeven. Ja. Die moesten opgepakt worden. En iedereen zei: Waar is Ferry? Waar is Ferry? Heel Nederland miste Ferry. Mm -hmm. en, en niet te vergeten: Danielle natuurlijk. Gespeeld ja. door Elise Schaap. Dus wat dag Netflix. Ja. Uh, we gaan uh, nog, een, uh, nog een nieuw seizoen maken. Dan, dan moeten we wel. Uh, 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 we moeten Ferry uh, even aan de. Uh, people uh, uh, want Ferry. People want Ferry. Dus we gaan een film maken. Ja. En uh, daar kwam Ferry die film uit. En wat ga je dan doen? Uh, uh, dan ga je nadenken. Zullen we eens een prequel maken? Dus hoe is Ferry nou eigenlijk Ferry geworden? En dat, dat is wat je ziet in de film. Je ziet een kleine ferry. Dus een periode voorafgaand voor, eigenlijk aan seizoen 1 van Undercover. Ja. De um, rise of fairy. Oh ja, yeah. sowieso. De uh, rise of fairy. En dat is eigenlijk een beetje wat je ziet. En Nee, je ziet heel kort mom een moment hoe hij uh, is opgegroeid gewelddadige vader ook op een kamp uh, en, en uh, nou, dat 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 uh, dan zie je meteen ah ja die heeft nou niet een hele gezellige opvoeding gehad mm -hmm. dus er is wel iets daar is iets van misgegaan vandaar uh, vervolgens zie je de tijd uh, dat die, uh, hij hij woont in Amsterdam hij is uh, Brabant ontvlucht hij is naar Amsterdam uh, gegaan en hij heeft niet de normale baan gezocht maar hij is voor een drugsbron gaan werken mm -hmm. en uh, daar uh, lost hij zeg maar de, een beetje de smerige klusjes voor op en en het is een beetje de, de best man van, uh, van Huub Stapel. Huub Stapel speelde uh, die uh, Amsterdamse drugbron. Vervolgens uh, zijn ze in een toko. Die wordt overvallen. En daar wordt een Brabants accent opgepikt. En uh, die drugbron, uh, Huub Stapel zegt... Uh, ga jij maar eens even op onderzoek uit. Wie zijn die jongens? Vatten. Je moet die jongens vatten. Ja, hij zegt het dan in het Amsterdamse. Je moet die jongens voor me gaan halen. En uh, reken met die gasten af. Nou, dus, oh, uh, wacht, 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 even. Wacht, wacht even. En toen? En toen... Toen kwam jij in de picture. Uh, en toen kwam ik in de picture. Hey. Want ik was een van die Brabanders. In ieder geval een van die overvallers. En, uh, en uh, nou, Ferry pakt zijn, uh, zijn wagen en die rijdt naar Brabant. En uh, dan haakt hij aan uh, bij een oude, een oude grappie van hem. Maar oh, je en... bent nu de film aan het vertellen. Ah, nee, zag ik zou geen spoilers beetje... geven. Nee, dit zijn niet echt spoilers. En okay, dan okay. gaat hij, die jongens, uh, hij gaat er achter de jongens aan. Maar omdat hij in Brabant is, ontmoet hij Daniel. Wordt verliefd. Ja. En dan komt hij in een soort van... Twee strijd terecht, kies ik voor de liefde of kies ik voor, uh, voor uh, het geweld? En uh, ja, daar, daar gaat de film eigenlijk een beetje over. En uh, dan, dan, dan ja, ik zou zeggen hem, maar het is wel... Uh, Wauw, ik vind jij wel echt top. eerlijk een goede samenvatter. Ik ja? heb hem natuurlijk ook gezien. Ja. Ik had hem niet zo smooth uh, nee? kunnen. Maar ja, goed, jij bent natuurlijk ook helemaal bij dat hele proces aan het begin. En... Nou, jij hebt het script natuurlijk gelezen en dan uh, ga je een auditie doen... en dan uh, word je uiteindelijk gecast en dan... Ja, want hoe ging dat bij jou? is dat uh, Jij krijgt te horen van, oké, okay, deze film komt eraan... Ja. Uh, ga je dan als acteur uh, zelf uitzoeken van, nou, oké, okay, wie, wie, produceert dit? Waar moet ik terecht? Uh, ik wil auditie doen. Nou, ik had wel ooit gaat een dat? keer bij, want het is natuurlijk een, Vla het is wel grappig, want het is een, een Vlaams productiebedrijf, mm -hmm. uh, de mensen BE, en uh, uh, ik had de, de showrunner uh, Nico Molenaar, had ik wel een keer gewoon vrijblijvend een mailtje gestuurd van, ik weet niet wat jullie gaan doen in de toekomst, hoe het ja. eruit gaat zien, maar uh, just so you know, ik wil ben meedoen. Een hele uh, trotse Brabander. En uh, oh, ja, ik ja. vind het echt heel tof om, uh, om daar uh, uh, misschien ooit een keer uh, onderdeel uh, van te zijn. Maar het is heel anders gelopen, want Elise Schaap uh, is, een, is een van de beste vriendinnen van mijn vrouw. Mm -hmm. uh, en uh, mijn vrouw heeft al haar teksten ingesproken. Dus dat, dat is echt ontzettend leuk. Dus Elise uh, praat eigenlijk zoals mijn vrouw een beetje niet. Mijn vrouw praat niet zo, maar mijn vrouw uh -huh. heeft al die teksten een beetje vertaald naar, naar het Brabant. En, uh, en Elise die had gewoon tegen de casting gezegd: Hé, hey, daar zitten een aantal rolletjes in. Uh -huh. maar je moet wel Mike bellen, want kom aan, het is een Brabander. Dat draagt hij ook uit. En hij uh -huh. kan dat volgens mij spelen. Ook zeker zo'n boef. Uh, dus toen werd ik gebeld of ik auditie wilde doen. En dan, uh, nice. dan doe je auditie en dan. Ben je op een gegeven moment, vinden ze je goed genoeg en dan pas je in het plaatje en dan ben je aan boord. Uh, het is niet een hele grote rol, maar het is wel een <laughs> sleutelrol. Nou, maar ja, ik bedoel, ik, ik ga er stiekem een klein beetje van uit dat de mensen die dit luisteren. Ja. Uh, kijk, als jij die film nog niet hebt gezien. Ja. Nu, als dit wordt uitgezonden, ja. dan je hebt hem gewoon wel gezien. Denk, denk ik. ik wel, ja. Volgens mij gaan, omhoog, gaat hij ze... knijterhard. Hij staat ja. in Nederland op één. Ja. Hij stond zelfs in Amerika staat hij op de vijfde plek. Dat meen je niet? Ja, dat is echt bizar. Wow. Oké. Ja. ja. Okay. ja. Nou, dan wil ik het toch heel even over jouw ja. rol hebben. Ja. Dat gaat niet heel lang goed. Nee, dat gaat niet heel lang goed. Nee. nee ja, maar je moet niet fucken met Ferry. Nee. Dat wel? Nee, dat deed jij uh, toch. Hè? Ja, dat, dat deed ik toch. En ja. dan. Uh, ja. en dan uh, nee, maar het is ook wel. Wat, wat, natuurlijk, wat ik heel snel las in het script ook. En daar waren nog wel wat scènes, zeg maar. Er waren meer scènes, maar veel bijrollen hebben scènes moeten inleveren in de, in de edit. En, uh, oh, ja. en dat is ook wel begrijpelijk. Uh, je wil gewoon. Je wil bij Ferry zijn en je wil bij Ferry blijven. Maar hij heeft wel een aantal. Uh, Hapjes nodig, zeg maar, om te komen waar die uiteindelijk moet komen. En daarvoor ja. heb je ingrediënten nodig. En ik, jij ja, even flauw gezegd. Jij ja, ging was, in de blender. <laughs> ik, was, ik ging in de blender. Ik was zo'n ingrediënt. Ja. En, uh, en natuurlijk, als acteur zijnde, als je bij zo'n film betrokken bent, zou je natuurlijk het liefste uh, twintig fantastische spelscènes hebben waar je, waar je helemaal kan uitpakken. Ja. Maar ja, dit Hij wil dit, eigenlijk dit... dan de kerst op de taart zijn. Ja, maar dit is, Van... is zo'n trein. Ja. Waar je ook onderdeel van zijn, wil, wil, mm. wil van zijn. Dus, dus ik had zoiets van. Ja, ik kan wel nu heel erg ego zeggen. Ja, maar ik heb niet zo heel veel te doen. Dus laat mijn uh, ik laat deze aan me voorbij gaan. Maar het is ook gewoon tof. Tuurlijk. En het is een vette Tuurlijk. scène en uh, of een paar goede scènes. En het grappige is, ik heb. Uh, echt grotere rollen gespeeld waar ik echt veel en veel en veel minder uh, co commentaar op heb gehad dan uh, zeg maar wat ik nu heb gedaan. Ja, ja het is weer, mijn telefoon ontplofte echt met van, er zit een ferry en mensen ja. vinden dat zo, is toch een soort van, alsof, ja het is bijna een eerbaan of zo. Dat ja, uh, ja, ja, net dat ja. dat je meer ge ja, gevraagd het, bent daarvoor. Ja, ja. En dat, en ja. dat je uiteindelijk dus door de man hemzelf gewoon even... Ja, uh, ja. ja nee spoiler hè, pas op, pas uh, oh, op, pas op. Ge maar goed, Gegrepen wordt. Gegrepen wordt, ja, gegrepen. Ja, 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 gegrepen. Ja, ja. 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 Maar kunnen we, want op een gegeven moment zeg maar dat dat been. Ja, oh ja. Kunnen we het daar nog een beetje aan? Ja, kunnen we het okay, wel over okay. hebben? Op een gegeven moment staat jouw been in een hele rare houding. Ja. En ik vroeg me gewoon echt af: van hoe, hoe doen ze dat nou? Nee, nou, ze breken je been. Ja. Uh, en dat is contractueel allemaal vastgelegd, dat ze dat ja. daarna ook repareren. Oh, dat is prettig. Uh, nee, nee, we, la, prettig. We, we waren in Rebecca uh, in een steengroeven... En als eerste vroegen ze al, hoe ver denk jij dat jij van die berg af durft te rollen? Dat was zo de eerste oh, ja. vraag. Dat was wel een stuntman. zei ik, ja. nou, een klein stukje durf ik wel. Maar <laughs> ja. uh, het was echt. Het was best wel ging een steile berg. Echt stel, zeg maar. stel naar beneden. Ja. Uh, uh, dus ik zeg, nou, die, uh, dat laatste wat minder heftige, steile deel, dat durf, ik nog wel, uh, dat durf ik nog wel te pakken. En, uh, uh, en vervolgens zeiden ze, ja, en dan gaan we je been ingraven. je onderbeen in ieder geval. Okay. Uh, dus daar is gewoon met een pikhouw, want het was echt uh, steen. Het is een steengroeven in Rebecca. Super gave echt meestelijke locatie. Waar ligt Rebecca? Bij, uh, als ik me niet vergis, was het in de buurt van Brussel. Okay. Uh, en uh, daar hebben ze uh, met, met, met schoppen en, en hebben ze een gat gegraven. Daar ging mijn been in. Het is dus mijn onderbeen. Wow. Ging dat dat werd dichtgegooid. En dan werd, er, werd mijn broek. Werd, uh, ja, dus ik had een broek gevuld aan. met een soort van. Ja, plappen. met een nepbeen. Oh. Dat werd er aangelegd en dat legde ze een beetje schuin. Sick. En daar ging Frank uh, dan op staan. Maar het zieke was, omdat het natuurlijk gewoon steen is. Ja. En geen even een beetje zand. Dat mijn onderbeen op een gegeven moment wel echt behoorlijk begon af oh. te knellen. Maar oh, ik ja. kon dat er niet even uithalen. Dus. Je kon extra goed acteren. Oh. Ja, het was. Het moment werd het echt wel onprettig. En toen, het, uh, toen, ik, toen ik het been naar, ik denk. Anderhalf uur of zo, uh, twee uur of zo, ik weet niet hoe lang het duurde, maar ruim Duurt de scène uur. zo lang het schieten van een, een ja, scène nou, nou, als je deze. Eén, eerst moet nou, ik denk dat we over die scène, deze mm -hmm. specifieke scène, hebben we gewoon de hele dag gedaan. Dat meen ja. je nou in ieder geval ruim uh, zes, zes uur zijn we daarmee bezig geweest. Ja, zo. want je moet, we moesten het, het aankomen rijden, uh, Vervolgens dat van die berg af met stuntmensen, Dat moet allemaal goed ja. gecoverd worden. Dan uh, nou ja, dat, dat Ferry erbij komt, het been, uh, het, 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 het einde van de scène. Ja, het uh, einde. Dus dat moest allemaal... En dat is allemaal heel technisch. En er moet allemaal voorbereid worden. En het zit allemaal met veiligheid en allemaal dat soort dingen. Dus er, staat ook, ja, er staan gewoon veertig mensen de hele tijd omheen. Om dat goed te fixen. En... Uh, ja, dus wow. ik had na anderhalf uur, toen, ik, toen, ik, toen dat been... Dus dat was het laatste deel van de scène. Toen dat been eruit kwam, was het ook gewoon gevoelloos, zeg maar. Dus ik heb nog wel een half uur met een tintelend beentje rondgelopen. Sick. Maar wel... wel uh, ja, ik vind dat wel bijdragen aan, aan de intensiteit van zo'n scène. Maar ook nooit geweten dat een scène uh, zo lang dus eigenlijk duurt. Want je in een film... Ja, Hoeveel scènes zie je wel niet? Hoe lang ben je eigenlijk bezig met opnames als je een film als, als deze? Hoe lang zijn jullie bezig? Ze 36 geweest? dagen voor, geloof ik. 6 of 37 dagen. Zo. En dat is tegenwoordig voor film in Nederland uh, veel. Want, dat, is wel, dat is trouwens wel leuk om te vertellen. Kijk, iedereen denkt dan: oh ja, Netflix. En dan is echt superveel geld. En dan. Ga je die film maken, dan is het tijd. Weet je, je hoort ook namelijk de verhalen van Hollywood uh, en James Bond... hebben misschien wel 100, 180 draaidagen of zo, weet je wel, voor een film. Mm -hmm. dat ja. is, en je draait ongeveer een minuut per dag, ik zeg maar wat. Ja. Uh, maar in Nederland is tegenwoordig meer de, de, de norm... dat je in 25 dagen anderhalf uur film moet maken. Uh, gewoon budget-wise, omdat het gewoon... Wow. Uh, een draaidag kost gemiddeld 50, 60.000 euro per dag... Nou, dus dat, dat reken maar op. En dan op een gegeven moment blijven de budgetten hier in Nederland toch wel vaak rond de anderhalf miljoen, twee miljoen haken, omdat je het anders gewoon niet terug kan verdienen. Um, dus in die tijd moet je het doen. Interessant. Ja. En een uitdaging lijkt me ook en wel. Een, ja, het is zeker een uitdaging. Dus dat merk, merk je ook dat als zo'n scène niet voordert, als het niet snel genoeg gaat, of als het gaat heel hard regenen. En dan raakt zo'n opnameleider. Die raakt gewoon in paniek. In de stress. Dus die denkt, ik moet gewoon mijn oh, dag goed. halen. Geld. Ik kan Gaan dit niet. Goed. niet. Nee. En daar is altijd Antwoorden. wel een beetje reserve. Maar, maar je kan niet uh, drie dagen laten liggen op zo'n nee. zo schema. Dus je moet echt gas geven. Waar komt die hele Ferry gekte vandaan, denk je? Want Nederland heeft, heeft ferry bouwman zeg maar als zo karikatuur omarm, ja. zo erg. Ja, ik, 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 wat, wat is, is dat? dat is zo grappig, want het oorspronkelijke idee van Undercover was eigenlijk gewoon, de, het, het is Vlaams, dus het was eigenlijk de politieagenten waren de protagonisten. Ja. En, en Ferry was een antagonist, uh, uh, dus zeg maar, uh, protagonisten hoofdpersoon, antagonist, zeg maar, de persoon die daar tegenover staat. Um, en uh, ze hadden nooit uh, ingecalculeerd dat Ferry zo ontzettend populair zou zijn. Daarom verdween die eigenlijk ook gewoon aan het einde van seizoen 1. En als er al een seizoen 2 gemaakt zat zou er worden, op. zat zijn rol er gewoon op. Maar dat ging niet, want de populariteit ontsteeg gewoon, zeg maar, zijn personage. En dat is één, natuurlijk komt dat ten dele omdat dit, denk ik, een rol is... die dichter dan ooit bij Frank Lammers ligt. Uh, uh, waarin hij alles wa wa wat hij heeft als mens en als acteur ook gewoon een kan kant-en-toon uh, stellen. Mm -hmm. dus, dus en een beetje dat brommerige, wat we van hem kennen. Dat ja. Brabantse. En dat heeft, ik denk, kijk, Brabant. It suits him, ja, like het suits hem, gewoon Ja, helemaal. Yeah. En, 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 en ook zeker in combinatie met Elise, wat gewoon echt gewoon chemie was. Het knalde gewoon van het scherm. En dat Brabantse heeft natuurlijk toch iets cultheldachtigs mm -hmm. of zo. Weet je wel? Dat zijn ja. toch een beetje de culthelden. En culthelden kunnen. Uh, zich boven de massa verhevenen en dan, en dan kan ook alles wat ze doen. En dan wordt het ineens geaccepteerd en dan is het ineens scheiding. Kijk naar uh, uh, de, de die jongens van uh, uh, Maaskantje, de, mm -hmm. de, de New ja. Kids. Ja. Ook, was ook een mega-hype. En het, da, ja. dat is toch iets dat Brabants of zo, denk ik, wat mensen grappig vinden. En daarmee kan je dus ook ineens heel veel doen. Mm -hmm. En uh, dat wordt dan of zo. Het is gewoon omarmd. een gigantische gunfactor ja. rondom Brabant. Ja. ja, denk ik, ja. Ja, terwijl wat, die, wat ze doen is echt lijpen. Dus wat Ferry doet, is echt niks likables aan. Nee, maar nee, door, door nee die, dat is het zeker. Dat, dat maar is het dan dat... het accent? Maar waar zit dat, ja, in dat dan ja, ja, maar, in? Maar ja, maar ik denk als iemand zeg maar, naar je toe komt en zegt... Ja, dat maakt moet je op je bek slaan. Weet je wel? Dat is wat ja. anders dan. we zitten uit kijken. Moet ik, ja, even op ja, ja, het is meteen schattig of zo. Het ja. is iets, iets onschuldigs. Terwijl, uh, de, nou ja, ik, ik heb ooit een voorstelling gemaakt. of in een voorstelling gespeeld. Het ging over de achterkant van Brabant. Uh, zeg maar, wij zijn, uh, wij zijn het grootste exportproduct. Ex is een van de grootste exportproducten die uh, Nederland rijk is. Mm -hmm. En uh, 70% komt, uh, komt uit Brabant. Uit Brabant. Dus uh, ik geloof dat het ging echt over uh, miljarden. Dus daar, daar is een Brabants product best wel iets om trots op te zijn. Nee, <lacht> <lacht> maar ik bedoel, daar kunnen wij dan dus blijkbaar goed in. Ja, Brabant. Ja. Omdat ze denken, ja, dat gebeurt haar. <laughs> en, uh, ja, praat er maar niet over, want uh, zolang wij er last van hebben, mm -hmm. weet je wel, laat maar gaan. En, 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 en dat, dat heeft iets ontwapenends of zo, denk ik. Absoluut. Ja. Nou, ik moet ook zeggen, die ene scène dat, 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 ze, uh, dat Ferry en... Uh... Danielle ja. uh, op die kermis aan die ecstasy. Ja, ik, dat is toch goud? Ik groud. zat ook in die scène, man. Ja. Ik dacht echt, wow, ik ben nu ook aan de pillen aan het ja. spacen. En ja. ik vond dat ook maar dat zo leuk. De ik zou je we nog wel een kusje willen geven, maar ik heb net gekotst. Ja. Weet je wel, zodat. Die zin je, had dit. ik opgeschreven in mijn telefoon. Ja. Omdat ik toch soms over. Ik, ik dacht echt, dit is zo'n epische zin. De zin. Ja, maar dit dus is toch. Ik heb gewoon net gekotst. Ja, ik heb net en gekotst. Ja, <laughs> ja, dat is toch goud? En, ja. en, en als hij het zegt, dan is het niet smerig, maar dan hou je meteen van hem. Ja, dan denk je ja. Ik ja, bedoel echt respect voor Elise, want zij is van oorsprong Rotterdams. en uh, ik, wij kennen haar al echt super lang, kennen haar denk ik al bijna uh, 16, 17 jaar of zo, mm -hmm. toen ze nog op de opleiding zat in Amsterdam. En uh, toen woonden ze samen met mijn vrouw. En toen zeiden we altijd, toen was ze al echt een copycat, dus dat kon ze heel goed. Ja. Maar dat Brabants, van de Brabantse hebben we altijd gezegd, ja, dat Elise dat. Uh, Die kan ze net niet uh, lekker nog. Dat is nog net niet lekker genoeg. Oh ja. Maar dat, ja. dat heeft ze zo goed gedaan. Dat is heel knap. En dan komen haar kwaliteit als actrice en zo. En haar, natuurlijk ook haar gevoel voor humor en, 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 uh, en timing komen dan daarin bij elkaar. En dat, ja, dat maakt het gewoon echt goud, vind ik. Ja. Mike, ik wil echt uren met jou over ja. Ferry ja. Maar wij, wij komen, ik hoor dit alweer helemaal. Dat ratelt en dat ja, gaat dat allemaal gaat helemaal lekker. Ja. Wij moeten doorgaan naar Kieks kijktip. Ja. Ik ben heel benieuwd, waar kijk jij zelf een beetje naar op, op tv? Is er een bepaalde uh, documentaire die je onlangs gezien hebt? Of zelf een film of een programma waarvan je denkt: nou dit is zo. Hier word ik zo blij van. Dit moeten mensen weten. Dit is mijn tip. Uh, ik kijk best veel. Ik kijk ook veel rommel. En daar uh, kunnen we nog wel iets over. Dat kan ik zo als het over Guilty Pleasures oh, gaat. Lekker. Onlangs heb ik gewoon weer Rambo 3 zitten kijken. Oh, yeah. Ja, Omdat ik dan gewoon, dan wil ik gewoon mijn hoofd uitzetten. Dus eigenlijk ja. de enige manier om mijn hoofd lekker, uit te kunnen hè? zetten, is gewoon een beetje rommel, rommel aanzetten. En dan ja. komt dat zo over me heen, heerlijk. Derry. Derry, ja. Maar ja. ik heb uh, op uh, Amazon Prime heb ik de uh, uh, Hunters gezien. En ja? dat is een serie met uh, El Pacino. En hij is, de, hij is volgens mij nu inmiddels 80, 78. En dat, dat vond ik echt een serie die vond ik echt goud. Die... Waar, waar gaat het over? Ik ken hem niet. Het gaat over, uh, het gaat terug naar de jaren zeventig. Er, er zijn speculaties dat uh, na, de, uh, na de Tweede Wereldoorlog, dat er uh, zowel door de Nazi, uh, zowel door de Amerikanen als door de Russen nazi's zeg maar, zijn uh, meegenomen als mm -hmm. uh, krijgsgevangenen. En gebruikt zijn, zeg maar, echt hooggeleerden. Want de nazi's waren in, qua oorlogsvoering echt. En die, die maakte zo'n sprong met uh, materiaal en, en, en uh, qua uh, uh, raketten en, en vliegtuigen. Alles was het materiaal van de Duitsers, was echt far beter dan dat van de Engelsen, de Amerikanen en de Russen. Mm. Dus zij dachten: confisceren die hap en uh, die gaan we inzetten. Dus er zijn geruchten dat uh, niet de Amerikanen uh, een raket hebben gebouwd om uh, naar de maan te gaan, maar dat dat ex-nazies zijn geweest, of in ieder geval dat die daarbij betrokken betrokken, zijn zeg geruchten, hè? Um, en de, de, deze serie gaat over uh, een, een groepje Joden die op nazi's jagen en, uh, en die dus in Amerika verstopt zitten onder een hele nieuwe naam. En dat is een beetje Quentin Tarantino-stijl, uh, maar het is fascinerend hoe ze dat, hoe ze die geruchten zeg maar een soort van uh, en en geschiedenis gecombineerd hebben met hele hele nieuwe Vorm van ook series maken. En Want is dit het is een, een beetje, serie ja, of is het, is het een, een film? serie? Het is een serie. Oké, okay, ik beetje zit erin, man. Strip, strip <laughs> er zitten strip-elementen in. Uh, is, het is een beetje uh, uh, comic. Uh, het, is, het is een beetje uh, uh, Superman. Het is een beetje. Het is van allerlei. Wow, ja, ik hij vind verkoopt het heel, hem ja, helemaal. Nee, Het koopt hem gewoon helemaal ik En ook gewoon het plot. Geniaal. Ook het einde, het heeft me verbaasd. Ik, vaak doorzie ik het. En hier op het einde dacht ik echt: wat? Nee, nee! Oh, Weet ja. je wel. Maar dus dat het zijn is, de beste. Ja, het de en lekkerste. goed geacteerd. El Pacino, echt ouderwets, echt grandioos. Dus uh, nou ja, als ik er eentje moet noemen die mij, die mij uh, verrast heeft, was het die. Is er dan ook nog een. een uh... Programma op televisie at the moment. Waarvan je zegt: weet je, hoe langer ik daarover nadenk, ik vind het gewoon echt walgelijk. Haal het uit mijn gezicht van de buis. Wie heeft hier nou trek in? Jeetje, dat vind ik lastig, want ik kijk eigenlijk te weinig televisie. Um... Of een film die je gewoon heel stom vindt, mag ook. Ja, ja. Uh, 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 yeah. Nou ja, weet je, ik, uh, ik vind het sowieso lastig als mensen een podium krijgen die geen talent hebben. Dus de, ik denk dan bijvoorbeeld aan een, uh, aan een uh, Love Island of zo, weet je wel. Waar je gewoon probeert om als producent ook, vind ik oprecht, een soort van gekkies te casten mm -hmm. en het dan zo extreem mogelijk te maken. En, en, uh, en eigenlijk gewoon, uh, ja, ik vind ik zeg dat ongenuanceerd een beetje debiele een platform te geven. En dat dan dat moet dan. En daar kijken gewoon, daar kijken heel veel jongeren naar. En dat is dan een soort van voorbeeld vind ik heftig. Uh, um, dus dat zou voor mij echt vanaf van vandaag van televisie mogen verdwijnen. Uh, uh, daarentegen wat ik, wat ik heel inspirerend vond was bijvoorbeeld uh, die drag uh, die afgelopen uh, uh, zaterdag werd uitgezonden. Ja, dat uh, vond ik ook heel mooi. Uh, uh, was dat Make Up Your Mind? Make Up Your ja. Mind. Dan denk ik uh, dat je dit televisie. Ja. Nu ga je. Nu laat Iedereen je zien. die dat niet gezien heeft overigens. Ik zijn bekende mannen die ja. in fully in drag gaan. Uh, Barry Atsma heeft uh, gewonnen. Die, die, die deed de beste performance. En niemand had hem geraden, geloof ik ook. En dan denk ik, ja, je, dit soort, ja, sorry, maar dit, dit soort uh, programma's zijn echt een voorbeeld. En hier ja. moeten we, als het gaat over diversiteit en over acceptatie. Daar moeten we op voorborduren, ja. denk ik. Vond ik ook heel uh, sterk. Maar ik denk ja. ook dat daarom werd het ook zo goed ontvangen. Je hebt altijd een soort van universele waarheid. Dat mensen gewoon ja. in hun onderbuik voelen van wauw, dit is, dit is kwaliteit, dit, dit voelt ja. goed. Dit is ja. van nu. Dit ja. is waar we heen willen met z'n allen. Waarom? Ja, pulp is natuurlijk pulp moet er ook zijn, ja. ook, ook als tegengewicht. Maar ik, ik denk wel echt soms van ja, ook, ook wat dat kan doen met die uh, mensen nadat ze een programma eenmaal is geweest en sommige stappen daar heel impulsief in en dan weten ze helemaal niet wat de consequentie is en ja. dan raak kom je er beschadigd uit en dat vind ik heftig. En ik weet dat televisieproducenten weten dat, maar die gaan gewoon voor het succes. Dat ja. vind ik als mens ja. lastig. Ik snap dat het er is, maar ik vind het lastig. Ik ik snap ook dat dat er is en ja. ik voel jou, ik vind het ook lastig. Mm. Ja. En daarom weet ik ook niet of ik in zo'n functie zou kunnen zitten. Nee, ik zou het niet kunnen. Nee, nee ik zou het nee. ook niet doen. Nee. Ik denk dat het tijd wordt om over te gaan naar de best secret grabbelbox. Mag ik niet schrikken? We gaan het even over kleding hebben. Oh wow. Wajow! Wajow! Ah, kleding. Ja. Ik vind dus dat personages in films en series er altijd heel vet uitzien. Ja. Jij ook trouwens, in, in Ferry the Movie. Ja. Is dat iets, krijg je dan, je komt aan op de set en is dat van: hup, dit is je set die je aandoet? Dus... Ja. ja, en dan heb je wel, daar, daar, ze vragen altijd. Wat vind je ervan? En ik vraag dan altijd, wat vind jij ervan? Oh, is een goeie. Ja, omdat ik, omdat ik vind dat ik heb ook wel eens opzet gestaan dat, uh, dat dan voel ik gewoon dat een ego en, uh, en ijdelheid zeg maar, naar boven komt. Mm -hmm. Ja, maar is het zit niet, niet zo lekker bij mijn billen of uh, niet zo mooi. Of, dan denk ik, hey, fuck off man. Je, bent gewoon, je staat niet jezelf te spelen. Je bent ja. gewoon een personage. Trek gewoon aan. Iemand ja. is daar heel goed in, heeft daarover nagedacht. Dan gaan niet over lopen zeiken. Kijk, als schoenen echt slecht zitten. Dan belemmen ze, vind ik, dat je uh, lekker kan spelen. Dus de ja. kleding moet, moet, moet goed gebruiken. Of als een broek echt te zit, dat je denkt, ja. van dit, dit kan maar niet bewegen. Als iemand mij roze aantrekt en ik vind roze echt spuuglelijk... Dan mm. trek ik het wel aan, want ik denk, dit is ja. goed voor de rol. Uh, uh, en ik ga niet kijken naar vind ik het mezelf mooi staan. Dat zijn, daar, vind ik, daar, daar zit gewoon een verschil in voor mij. Uh, dat is anders als ik gewoon privé kleding aantrek. Dan vind ik het leuk dat het mooi staat. Ja, hoe, hoe belangrijk is kleding voor jou? Uh, nou, in, in deels is kleding natuurlijk gewoon uh, functioneel. En, uh, en tegelijkertijd bepaalt het ook een deel van je identiteit. Uh, ik, ik denk wel dat ik uh, toen ik jonger was, vond ik het veel belangrijker. Kocht ik ook veel meer. En vaak ook echt, weet je wel, echt wel heel veel. En uh, liefst zo goedkoop mogelijk. Want dan dacht ik, nou kan ik gewoon. En nu denk ik wel duurzamer, uh, verantwoorde merken, verantwoord gemaakt. Ja. Uh, uh, vaak uh, duurdere merken, maar dan koop ik gewoon minder. En dan uh, kies ik gewoon bewuster ook wat ik uh, wat ik aantrek. Ik, was, ik vond eerst altijd gekke printjes en dat soort dingen vond ik allemaal heel leuk. En nu heb ik eigenlijk gewoon een kast met allemaal zwarte t-shirts. Ja. Witte t-shirts. Een paar op kleur, maar bijna niks met print. En daar kies ik dan een paar hele goede items uh, bij. Waarvan ik denk: die kan ik daarmee combineren. En that's it. Lekker simpel. Dat kost ook niet veel moeite. Volgens mij heet dat gewoon een soort van volwassen worden in je kledingstijl. Want ja. ik, ik merk dat ook wel een beetje aan mezelf. Ik zit nu een beetje in die transitiefase, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Ik was heel erg van de circusjurken en de drukke prins. Nou, ja. dan moet ik zeggen, dit is ook wel een redelijk drukke blouse. Maar ja. ik was echt, ik had super veel printjes. Ja. En nu zit ik in de fase, ik denk, nee, ik wil een beetje clean. Net dat is ook wel. een beetje zo. Ik noem het maar even de, de, de Kim K-transitie. Ja. Die was ook van de, de heupriemen onder de tweet ja. en zo. En allemaal heel heftig. En op een gegeven moment ging ze over naar zo'n clean, basic, veel nude. Nee tint ja. uh, weg met de prins. Ja. I like it. Ja, en het is ook gewoon, ik, ik, het is ook neutraal en daarmee is het ook een beetje uh, trend, minder trendgevoelig. Mm -hmm. En kan je dus ook langer gewoon met je kleding doen. Want ik, ja. ik had ook gewoon dingen dat ik dan dacht, ja, dat was heel erg mode. Nou ja, zit een jaar later was het eigenlijk helemaal uit de mode. En wat deed je dan? Dan gooide je het weg. En, en, ja, en dat is of, weer aan trendgevoelige kleding. Precies, ja. en nu denk ik veel meer van, nee, dit kan ik eigenlijk gewoon drie of vier jaar dragen als het gewoon goed blijft. Uh, en dat is ook gewoon duurzaam. En dat uh, is ook iets waar we over na moeten denken, vind ik. Met z'n allen. Moet je, heb je een kast nodig met zoveel kleren waarvan je drie kwart nooit aantrekt? Wat daar ligt en uiteindelijk in een zak gaat. En de meeste kleding gaat niet in de zak van Max of gaat niet naar de instellingen waar het wel naartoe zou moeten gaan. maar het wordt gewoon in de prullenbak geflikkerd. Ja. Uh, en, en dan denk ik, nee, denk daarover na of zo. Mike, ja. zie je deze pot? pot? Moet ik iets uitgrijpen? Of ga jij dat doen? Onze sponsor, Best Secret. Ja? Jawel, zij van de kleding. Met okay. 80% korting. Ha. Voor allerlei mooie merken. Okay. Hebben voor jou. Nee, serieus? Een fashion tip. Oké. Okay. Dus je mag er eentje uittrekken als je wil. Ben benieuwd wat ze jou tippen. Wat, wat, ze, wat ze mij tippen. Ah, <laughs> het is wel leuk, hè? Het is helemaal in om niet al te veel op te vallen. Schutkleuren zijn in deze zomer een beetje undercover gaan... vinden wij van Best Secret very nice. Very nice? Very nice. Beetje jammer dat ze very waarschijnlijk verkeerd hebben geschreven. very nice. Oh. Ja, maar ik dacht gewoon ineens... oh, dat is een woordspeling. Die had ik als acteur niet snel genoeg gelezen. Dat doen deze mensen van Best Secret. Heel tof. Die maken shit very nice. Ja, cool. Nou, dan hebben we ook nog een hele speciale actie... voor al onze Kiki Kijk... ik kan je je format... Kiki Kijk Kiki Kiki bij Kiki Kijk ja, dan hebben we ook nog een hele mooie actie voor alle Kiki kijkt luisteraars. Zo, dat is wel, het is ook Kiki kijkt. Kiki kijkt. Ja. ja. Mocht jij nou denken van uh, je, je luistert hier naar Best Secret, uh, wat is dat? Uh, zij, uh, het is een platform, een, een community waar je normaal gesproken niet zo makkelijk bij komt, want dat is besloten. Ja? Maar voor al onze lezers en luisteraars en kijkers, Kiki kijkers, misschien moet ik daar even een goede naam voor bedenken voor de luisteraars. Anyway. Nee. Kiki watchers, Kiki kijkers. Kiki kijkers, nou gewoon de Kiki kijkers. Kiki kijkers, Kiki Kiki kijkers, luisteraars. Kiki kijkie kijk. Oh, wat erg. Kiki kijker, luisteraars. Kiki kijkers kijk kijk <ructurest> Ik kom er niet meer uit. Anyway. Ik geef je een keer een en en spreekles. een, 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 een spraakles spreek, Voor iedereen die luistert en denkt: hé, hey, ik wil ook kortingen die oplopen tot 80%." Ga even naar www.bestsecret.nl/kiki. Voor allerlei mooie merken en nude dingen Kom, ik en... Ik ga ook ik ga kijken. kijken. Ik zou zeggen, ga, ik ga kijken. kijken. Mike, ja. we sluiten af met een spel. Ja, gaan Hou je gaan van spelletjes? Doen. Ja, ik, ja, ja. ja ik, ben, ik ben niet mega fanatiek, maar ik vind het wel leuk. Ik bedenk me ineens. Oh, ik heb nog iets. Moet je ja. kijken. Dit over Ferry gesproken. Ja! Ik dacht, ik neem hem mee. Ja, heel goed. Die, ik die heb jou ook. Ik deze tas. Ik heb hem ook thuis. Ja. ja ik was leuk. dus uh, op vakantie in, uh, in Spanje. Ja. En, uh, en mijn buurman stuurde me een bericht. <laughs> die zegt: joh, ik heb hier een, ik heb hier een tas. Ja. En uh, het zit er allemaal een beetje. Er staat hier gewoon camping zonnedouw op, hè? Nou, dus ik, maak ik was daar op die camping ja, bij hoe de wieling. Super lachen met barbecues, alles erop en eraan. Dat is helemaal te gek. Ferry de movie, 14 ja. mei op Netflix. Nou, dit, had jij zin in een filmpje, of wat? Zal ik hem even doen? Ja, doe hem okay, even. Doe hem hem even. Sorry, we lopen heel even paars uh, op. jij zin in een filmpje, of waar? Met dit pakket ken ik jij Ferry, kijken in Campingstijl, jongen. Houden hè? Liefs, Frank, Elise en team Netflix. Houden we. Houden we. Houden we? we. Is moeilijk, hè? Dus het is meer die, hè? Houden we. Nou, ik zit te kijken. Ik zag een sportbroek. Ja. Ik heb hier een, 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 een. Wat ik wel heel briljant vond. was een deze Ferry, Netflix, WCA. Ja, dat is toch te gek. Die je is kan, netjes. Je kan toch? gewoon uh, je reet afwegen met Frank Lammers. Ja, nou, ik vind het echt briljant. <laughs> Goed. Ik denk dat wij moeten eindigen met een spelletje. Ja, yeah, let's do it. De programmapraatjes. Yeah. Uh, het idee is heel simpel. Ik zet mijn timer op 30 seconden. Ik noem allerlei verschillende programma's op. Yeah. Jij antwoordt met een simpele, wat het eerste die je opkomt: ja of nee of je eraan mee zou doen. Yeah. Als je het programma niet kent, zeg je pas. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Yeah. Nou, ik begin maar gewoon meteen met een lekkere die ik erin knal die er niet op staat. Maar hey, Love Island? Nee. <laughs> de slimste mens? Ja. Yeah. Kunnen ze jou ook echt voorbellen, denk ik. Heb ik al een keer gedaan. Oké, okay, doe je research, meid. Expeditie Robinson. Uh, ja. Het perfecte plaatje. Ja. Adam zoekt Eva. Nee. De gevaarlijkste wegen van Nederland. Ja. The Passion. Ja. First Dates. Nee. RTL Boulevard. Ja. Moet je even over nadenken. Ja, ligt er een beetje aan in welke vorm, zeg maar. Als ik iets kan doen bij RTL Boulevard waar mijn specialisme ligt... zou ik daar best wel positief tegenover staan. Wie smol? Zeker. Jij zat al in de slimste mens. Ja, met is echt wel best wel een tijd geleden, ja. Hmm, ik, ik wil wel een nieuwe. Doen ze dat ook wel eens? Mensen? Weet ik heb geen idee. Nou, bij Zou deze. Jij daar, ik vind jij daar ook wel een goed typeje voor? Ja, ik. ik... Ik vind dat durven? toch wel spannend? Ja, het is het super spannend? Maar ik ben maar altijd ik ga gewoon er gewoon zitten. Alles wat Ik spannend fuck, vind ik ook. Pak het. Ga, We gaan het ik gewoon. Het ging doen. Er ook meteen uit, hè? Ik had echt. Maar ik had hele goede uh, tegenstanders. En het, 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 het was echt. Ik, ik heb het echt niet slecht gedaan. Nee. Maar ik had gewoon. Uh, hele goede mensen die uh, tegenover me zaten. Dus ja, nou dan ga je er gewoon uit. Ja, dat is het hele ding. Er zijn ook altijd andere mensen slimmer dan dat jij bent. Maar dat maakt geen uit. Ja, en het is uit. ook, en is ook het een bepaalde ook... slimheid. Dus je moet. Het gaat ook heel erg over associatie. Ja, en, uh, nou, ik moet dus zeggen. En dat is dus mijn enige onzekerheid. waarom ik daar niet aan. Nee, zou misschien niet durven doen ja die associaties ja ik kan het gewoon niet en dan zit ik naar het en dan zit ik kijken en dan drie en dan zoek ik het verband en dan denk ja. ik fuck ik zie het zelf ja. niet Duh. ja maar het en en toch ik vind ook namelijk ik pleit ook voor afgaan zeg maar ja. ik pleit ook voor dat je gewoon dat je dus ergens zit en je gaat er meteen uit ja uh, en, het er al meteen en ik heb mijn best gedaan weet ja. je dingen mogen mislukken ik vind dat we dat er meer dingen moeten en mogen mislukken ja nice en expeditie Robinson mogen ze ook bellen dus zeker oké okay. Lieve Mike, we zitten er alweer op. Ja, het gaat allemaal zo snel. Ja, gaat Heb supernijnt. je nog een mooie Brabantse afsluiter? Uh, een verriewaardige. Uh, wat zou ik wat zou uh, dan uh, zeggen? Ja, Houden. Ja, gewoon uh, <laughs> uh, Houden gemak en uh, gewoon normaal doen. En dan komt het allemaal goed. Houden. Houden we. <laughs>